Zo'n 50 meter lang is dit regenboogfietspad, midden in het centrum van Den Haag. En iedereen vindt er eigenlijk wel wat van. Ik vind het zo niet mooi gewoon. Ja, gewoon de kleuren. En het zou gewoon beter zonder zijn. Ik vind de kleurtjes fijn. Het maakt de straat nog kleuriger. Ik vind het best wel leuk uitzien, maar ik weet, het is wel een beetje overdreven of zo. Mensen hoeven dit niet allemaal te zien. Ze kunnen beter een vlag of zo ophangen. Mensen, als mensen leuk of zo vinden, mogen zeggen we naar dat kijken. Op Coming Out Day zijn sinds een paar jaar in allerlei steden en plaatsen regenboogvlaggen, banken of dit soort regenboogzebrapaden te zien. Als steun in de rug voor iedereen die het moeilijk vindt om openlijk te vertellen van wie ze houden of hoe ze zich voelen. Er is onderzocht hoeveel mensen bij de regenboogfamilie horen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld homo zijn, lesbisch of transgender. En dat zijn er veel meer dan eerst werd gedacht. 2,7 miljoen. Dat is bijna 1 op de 5 mensen van 15 jaar en ouder. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren de online haat toegenomen. En krijgen deze mensen vaker te maken met geweld. De gemeente Den Haag hoopt dat met deze vlag er meer begrip komt voor mensen uit de regenboogfamilie. En dat is hard nodig, weet ook Philip Thijsma. Hij werkt voor een organisatie die opkomt voor mensen van de regenbooggemeenschap. Het gaat er vooral om dat een kleine groep mensen blijkbaar niet kan verteren dat er een regenbooggemeenschap is. En zich steeds hatelijker gaat uitlaten, met name op online, maar ook in de werkelijkheid. Je noemt het een kleine groep. Het is gelukkig een kleine groep en je hoort het hier ook weer. Ja, iemand noemt u homo. Ja. Ja, zelfs tijdens het interview wordt hij uitgescholden, maar het gebeurt dus ook online. Dus op TikTok en op Instagram, dat mensen hele nare dingen over de regenbooggemeenschap zeggen. En soms leiden die woorden ook tot daden. Krijgen klappen, regenboogvlaggen worden weggerukt, zoals hier wordt een regenboogpad beschadigd. Zo spugen mensen wel eens op de vlag als ze voorbij rijden of remmen expres hard, zodat er zwarte strepen op komen te staan. Ik was daar niet van op de hoogte dat dat expres werd gedaan. Ik vind... Weet je, dit is hopelijk een poging om mensen wat meer samen te brengen. En dat is dus ook precies wat de gemeente met dit fietspad wil bereiken. Gewoon bijvoorbeeld die mensen die dat zijn, die denken nu nu zijn wij van onze vlag staat nu op de grond van de stad. Ja, en dan gaan ze erover praten en zo, dan denken ze ja, dat vind ik goeie. Ik accepteer gewoon iedereen zoals hoe die is en ik hoef niet naar dit te kijken en te denken van oké, ja. Gay zijn geweldig of zoiets. Nou ja, ik denk niet dat een soort van zebrapad dat dan de mensen denken van nou accepteren we het wel. Maar ik hoop dat de mensen als ze er overheen lopen dat ze erover nadenken. Ik denk dat het belangrijkste is.